Ik werk bij Waterproef en dat is een laboratorium wat werkt voor twee waterschappen. Dat is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waternet, werkend voor Amstel Gooi en Vecht. Ik mag iets vertellen over het project Robuuste Methode voor bemonstering en analyse om de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een RWZI te kunnen bepalen. De titel is iets verkort weergegeven in het programma, dat snap ik heel goed. Maar het is erg belangrijk om te begrijpen wat het verschil hierin is. Even kijken, ik spreek hier namens ILO, dat is de vereniging van waterschapslaboratoria, die zich onder andere ook met deze problematiek uiteraard bezighoudt en de waterschappen graag wil helpen bij dit soort zaken. Uiteraard zitten we, dit plaatje is al uitvoerig aan bod gekomen, maar ho, even kijken, hier heb ik het lampje. Daar zitten wij natuurlijk bij de zuiveringen, we zitten op de zuiveringen. We komen er vaak en eigenlijk is dat één proces van bemonstering en analyse op het laboratorium en het rapporteren van de analyseresultaten. Voor wat betreft dat rechterdeel, daar hebben we natuurlijk, ergens hebben we daar, ik denk een half jaar geleden, de vraag gekregen vanuit STOA van kunnen jullie iets betekenen om ons te helpen met hoe we dat nou precies handen voeten gaan geven. En de bedoeling was om dus te kunnen gaan meten hoe je 70% verwijderingsrendement op een rioolwaterzuivering kunt meten. Nou goed, daar hebben we eens even goed over nagedacht en gelijk ja gezegd, want dat is wel zeker mogelijk. Of je de gewenste nauwkeurigheid dan ook kunt halen, dat was een volgende vraag. Maar in elk geval, we zijn daar ingesprongen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je een methode ontwikkelt die ook direct goed toepasbaar is. Want dat is al gezegd, wij willen gelijk aldoende leren en al lerende doen. Dat betekent dus dat je dus ook eigenlijk heel snel nu al moet gaan zeggen van ja, hoe doe je dat dan met die 70%? Want dan kun je echt alle kanten mee op als je het verder niet invult. Dus dat was onze rol om daar mee aan de slag te gaan. En we kregen de boodschap mee dat we moesten kijken naar de gitstoffen. Wij zijn bij dat tweede bolletje voorgesteld als de ILO-laboratoria. We hebben uiteraard de STOA en ministeries erin betrokken. Maar ik heb gepoogd om de logo's een beetje geografisch weer te geven. Dat betekent dat het Wetterskip en hun zijn naast bovenin staan. Waterproef noordwestelijk en Rijkswaterstaat moet natuurlijk een centrale plek krijgen in het geheel. Aqualysis en Aquon staan daaronder. En dat zijn eigenlijk alle zes laboratoria die hier een belangrijke rol vervullen. Verder hebben we natuurlijk ook binnen het projectteam veel samengewerkt met adviseurs en Vereniging van Zuiveringsbeheerders en Drinkwaterlaboratoria om te komen tot een goede bureaustudie die we vooraf zouden moeten uitvoeren. In de op te leveren producten voor dit project hebben wij, dus wat ik net al zei, wordt van ons verwacht dat wij die robuuste methode gaan opleveren. Hier moet je heel goed realiseren dat het hier dus niet gaat om een analysemethode, want die hebben we als waterschapslaboratoria al vele jaren geleden ontwikkeld. En die kunnen we dus ook al voor de klanten gewoon leveren. We kunnen dus allerlei medicijnen al lang bepalen. Het gaat er dus hier eigenlijk veel meer om van hoe we dus een bemonstering neerzetten als proces, hoe we die analyse verder uitvoeren, het hele proces, en hoe we de berekening doen van die verwijderingsrendement. Dus de efficiëntie van de zuivering kunnen toetsen. En dat gaat dan beschreven worden in de koepelmethode. En daarbij gaan al die stappen, die worden dan eigenlijk doorgelopen. Dat betekent dus in wezen, ja, je kunt zeggen, monsternaam, wat is er nou zo moeilijk aan? Maar ja, het zijn continu metingen van 24 uur. Ja, als wij een 48 uursmonster willen hebben, wat Gerard net zei, dan moet je dat dus
Dan moet je dus wel twee keer achter elkaar doen. Daar heb je twee monsters. Oké, moet je weer mikmos van maken. Maar dat moet dus allemaal wel geprotocoleerd worden. Anders dan gaat het niet goed. Vervolgens moet je daar nog een voorwerking doen op het laboratorium of niet. Moet je het filtreren of kun je het gewoon opwerken en in het apparaat stoppen. Hoe voer je de meting uit en hoe doe je dan de berekening? Ja, je zou zeggen, berekening is niet zo moeilijk. Want effluent gedeeld door influent, althans de concentraties van die gitstoffen. Maar goed, de zeven stoffen moest je kunnen meten. Nou, stel, je hebt er nou acht die je hebt kunnen meten. Mag dat dan? Nou, al dat soort zaken zul je dus gewoon goed moeten aftimmeren. Wij hebben in het project eigenlijk een tweetal fasen. We hebben een theoretisch gedeelte met literatuuronderzoek. Bezoek aan Zwitserland, gesprekken met deskundigen en bezoeken aan allerlei laboratoria. We hebben die gitstoffen eens heel erg goed bestudeerd. Wat kunnen we ermee? Is dit eigenlijk wel oké? En we hebben uitgangspunten voor fase B hebben we ook geformuleerd. Gisteren is de begeleidingscommissie samen geweest en die heeft het tussenrapport ook bekeken. Daar kom ik later even op terug in de volgende slide. We hebben uiteraard ook nog een praktisch gedeelte wat daarna komt. En dat is eigenlijk de hele uitvoering van dat werk van... we hebben een aantal zuiveringen straks nodig waar we testen op gaan doen. We hebben praktijkmonsters nodig, we gaan het doen. We gaan met die gitstof aan de slag en we kijken ook van hoe zit het nou met die conservering. Is die houdbaarheid geborgd? Moet je nou wel of niet filtreren, et cetera. Vervolgens, als we dat gedaan hebben en we weten hoe die methode eruit ziet, dan leggen we die gewoon goed vast en dan gaan we dat allemaal valideren. En als dat gebeurd is, dan komt er nog een ringonderzoek achteraan. Nou, eventjes in de planning weergegeven, komt het dus even op neer dat wij eigenlijk nu daar zitten, bij de tussenrapportage fase A en de go of no-go. Ik kan nu mededelen dat we inmiddels de go hebben gekregen. En wij kunnen fase B in. Dat betekent de hele... Sorry? Oh. Dat betekent de hele praktijksituatie kunnen we aan de slag. En je ziet ook dat we daar niet helemaal op tijd lopen. In 1-2 maanden loopt het iets achter. En we hebben... Op het moment dat de methode gevalideerd is en we hebben het koepelvoorschrift, dan willen we uiteindelijk hier ook nog een ringonderzoek gaan uitvoeren. Waarbij iedereen dan eigenlijk betrokken gaat worden die mee kan doen en mee wil doen voor die metingen. Dus wat hebben we nou eigenlijk gehaald uit fase A? We hebben eigenlijk het tussenrapport dus opgeleverd. En de conclusies die hieruit zijn gekomen, is dus eigenlijk evaluatie van die gitstoffen. Rijkswaterstaat, of althans in de opdrachtverstrekking, werden 11 gitstoffen aangeleverd. Dat is dan de Nederlandse lijst. We hadden al snel het idee dat niet alle gitstoffen geschikt waren. Vervolgens hebben wij ook die Zwitserse lijst erbij gepakt. En we hebben nog een aantal van onze eigen medicijnstoffen bekeken die we als laboratorium al uitvoeren. En uiteindelijk is het nu voorgesteld om met 19 gitstoffen nu fase B in te gaan. Dat betekent dat we met die medicijnen gaan kijken of ze dus ook echt voldoen, of ze passen aan binnen de criteria die we stellen. Monsternamen. Ja, dat is een 48 uur. Die gaan we dan doen als 2 keer 24 uur. Dat zullen we dus ook nog even goed moeten bedenken. Daar waar, zeg maar, op zuiveringen waar maar één verzamelvat staat, om maar eens even iets praktisch te noemen. Ja, wie gaat er 's nachts om 12 uur dat vat vervangen? Maar dat is een dingetje, daar moeten we dan nog maar even naar kijken. Die hydraulische verblijftijd van het water werd net ook al even aangehaald. Dat moet natuurlijk wel goed lopen. We hebben gekeken, nou, wat is nou een gemiddelde doorstroomtijd, een verblijftijd op een zuivering. Dat blijkt zo rond de 20 à 28 uur te zijn. Nou, dan moet je dan is er heel veel voor te zeggen om het effluent één etmaal later te starten bij het aanzetten van die bemonsteringskasten.
En uiteraard moeten we kijken naar het samenstellen van de mengmonsters. En welke met welke zuiveringen gaan we nu aan de slag in fase B. Winst is geweest dat we geen solid phase extractie nodig denken te hebben. En dat we met de analyse techniek aan de slag kunnen die lekker directe injectie met zich meebrengt. Waardoor de meting een heel stuk eenvoudiger wordt. Dat is eventjes de stand van zaken op dit moment. En ja, dat is waar ik het even bij wil laten. Zijn er nog vragen? Dankjewel, Willy. Ik zie een paar vragen. Hoogstaan. Jeroen Langeveld, hele praktische vraag over die bemonstering. Hè? Want je doet twee keer 24 uur ja. En dan een dag vertraagd voor de, omdat het 24 uur verblijftijd is. Maar vind maar eens drie droge dagen achter elkaar. Dus hoe wil je daarmee omgaan? Dat is heel interessant. Er is niemand die ons gezegd heeft dat we op drie droge dagen moeten bemonsteren. Als het regent is mijn 4 uur verblijftijd, hè? Dus dan gaat die truc niet meer op. Dat is correct. Dus nou, 4 tot 8 uur zo'n beetje, dus dan klopt dat ook niet helemaal meer. Dan ben je ook uit fase. Dus ik snap dat heel goed, maar je krijgt het gewoon niet beter dan dit. Dat is natuurlijk, het moet wel behapbaar blijven. We hebben hier best wel lang over zitten discussiëren. En je kunt het heel theoretisch heel mooi neerzetten, maar als het op de zuivering ter plekke niet praktisch goed uitvoerbaar is en niet passend in de routine van de zuivering, dan gaat het echt mislukken. Ruimte voor nog een vraag. Ja, Christian van Laar over AMA's. Even om aan te haken op wat Gerard Reijs ook zei, hè, het zijn nog flexibel, die gitstoffen ook. Bijten jullie nu niet te veel vast in die 19 stoffen waar jullie het nu over hebben? Want ook als je kijkt naar de literatuur en als je die erop naslaat, zijn eigenlijk bijna al die stoffen heel goed oxideerbaar. Hebben ze een hoge absorptiecoëfficiënt die in de lijst staan. Met misschien uitzondering bijvoorbeeld gabapentine. Is het niet beter om eerst nog eens goed te kijken naar, ja, niet zozeer naar welke stoffen zijn goed meetbaar. Maar welke stoffen zijn nou daadwerkelijk echt heel recalcitrant? Prima vraag natuurlijk. Eén heel groot risico. We zijn al laat. En we willen aan de slag. We willen het gaan doen. En dan kun je zeggen van, dan gaan we nog verder studies doen naar welke stoffen er misschien nog wel beter geschikt zouden zijn. Ben je weer een jaar verder. En ik denk dat we eigenlijk hier niet kunnen wachten. Ik had in het begin van mijn praatje willen zeggen, jongens, het is 11:55. Maar het liep een beetje uit met de voorgaande presentaties. Dus die kon ik niet meer gebruiken. Dat is jammer. Maar we hebben gewoon geen tijd meer, dus we moeten aan de slag, denk ik. Dankjewel. We hebben nu eigenlijk ook geen tijd meer, maar Bert houdt het heel kort. Nog één aanvulling op die bemonstering. Er zijn alle mogelijke slimme manieren, die jij heel goed weet, om te bedenken, om hiermee om te gaan. Je kan het monster nemen en als het gaat regenen, gooi je het monster weg, analyseer je het niet. Dus er zijn, die bemonstering wordt een beetje als hete aardappel doorgegeven. Maar is minstens zo belangrijk als de chemische analyse zelf. En daar zijn alle mogelijke oplossingen voor te verzinnen. Ja. En als je een paar miljoen aan de zuivering vertimmert, mag je toch ook wel een paar tientjes aan die bemonstering besteden. Dankjewel. Okay. Willy, dankjewel. Ja.